op verschillende plekken in Bunschoten was het mogelijk om kerstbomen in te leveren. Afgelopen dagen waren kinderen massaal op kerstbomenjacht gegaan. Voor ieder ingeleverde kerstboom betaalde de gemeente 50 cent. Wegens de coronamaatregelen werden de beloningen uitgereikt met behulp van een buis. Door de actie van de gemeente verdwijnen de bomen snel van de straat. Vorig jaar waren er 1862 bomen ingeleverd. Hoeveel kerstbomen er dit jaar zijn ingeleverd is nog niet bekendgemaakt.